Begin maar Hugo, zeg maar gewoon wat. Jij moet even je bek houden. Nou Hugo. We zijn in Tel Aviv en waarom ben ik hier? Wink heeft mij uitgenodigd. Oh. Ik werd gestoken. En dan ga je een beetje de mooie, toffe en niet de meest average plekjes van Tel Aviv proberen te laten zien. Dat ga ik doen. Een leuk feitje in kan. Heb je al zei je? Dat ik een leuk feitje moet zeggen, maar dat komt wel goed. Een leuk feitje in kan. Waarin? In de intro. Even een selfie. Tel Aviv is hier ontstaan, hè? In Jaffa. En we staan in het epicentrum daarvan. Toch? Ja, ja. Dat zijn die 60 huizen buiten de stad. 66. 66. Ja, ik dacht 60. We gaan het even goed doen nu, hè? Een beetje discussie met onze gids trouwens, merk je het of niet? Als de camera loopt, gaan we niet liegen. Er staat de 66. 66. Beter. Nee, ik... Ja. Vind ik wel leuk, een beetje sparren. Tel Aviv, ja, Habibi, Tel Aviv. Tistakel, kamal irdi misaviv. Osim li ai ai, balaila, wai wai. Vesachten el Tel Aviv. Goedemorgen, Tel Aviv. Het is een heerlijke, aangename 29 graden. En ik ga eens even lekker ontbijten. En dat doe ik hier achter bij Bokeh. Dat is een beetje een hipster ontbijtteentje. En dat is puur vernoemd naar de eigenaren die zo heten. Dus eigenlijk iedereen die hier woont denkt dat het goedemorgen is, maar het is niet. Good morning. Good morning. Enjoy, yeah. It looks good. And the food as well. Ik heb onwijs lekker gegeten en dat moet eraf. Ik wil even gezond doen. En zoals in bijna alle grote steden heb je hier ook de bekende citybike. Simpel, creditkaartje. Dus ik ga vandaag eens even fietsen. En ga me niet meer aan. Goedemiddag. Dit is Karel Walter. En Karel Walter is een beetje de gids. Nou, een beetje. Het is de gids van vandaag. Karel. I'm the most wonderful person in the world. Ja, en hij is dus heel bescheiden. Maar hij heeft de gaven. Hij is namelijk, hij is met namen nog wel goed. My name comes from Greek, from Kyrillos. And it means someone that likes to boss people around. Oh. Seriously? That's funny. Yeah. It's good on my top. Hey, dit is Ben Gurion Boulevard. Dat is vernoemd naar de eerste minister-president van Israël. Nou, de grapefruits liggen hier voor het oprapen. Zelfs in een vijver liggen ze soms. Je kunt niet het like that. How is it? Dit is een beetje de ring. De ring van Tel Aviv. Mm-hmm. Ik heb wel eens lekkere dingen gegeten. Mm-hmm. Ja. Die gaat helemaal van het strand naar het gemeentehuis. Grapefruit ja. Is like good sex. It's always messy. Hij heeft een fetish met namen en met kruiden. This is a white flower, little white flower, it's called zuta in Hebrew. Mm-hmm. Ik ben een beetje bang te worden voor Karel. Dan kun je heerlijk onder de bomen, want dat is zeg maar heel die boulevard heeft bomen, zodat je in de schaduw kan fietsen. Baruch, say after me. Baruch. Atay. Atay. We gaan naar een markt, maar ik word een beetje opgebonden. Wat gaan we doen? Maar dit is wel echt heftig. Het wordt een beetje ingewikkeld, dit. Kunnen we hiermee stoppen, serieus? Check mijn arm even, serieus. Heeft de touwtje strak aangetrokken. Hij dacht, anders loopt hij weg. Ik sta hier bij de shakshuka koning, aka Jabalet. Je moet het even proeven. Dit is de king. Ik heb even mogen koken. Jij zit daar heel even aan het wachten. Dat is een goede vlam, zie je dat? Krachtig. En dan sta ik hier shakshuka te maken. En daarna moest ik eten op zijn manier. Dat was best wel even wennen. Ken je deze man? Ziet er best wel boos uit. Is hij ook? Oh ja, dan gaat hij weer. Ik ga een beetje op zijn manier allemaal. Maar hij is de koning. De king, de food. Ik ben hier zo van de tourist traps en dat is dit zeker niet. Dit is gewoon wel echt ontzettend lekker. Dan wil ik dat goed. Dus we gaan voor mij. Ja. Man. Shakshuka. De meest bekende bakker van Tel Aviv. Iedereen, local, maar ook toeristen, maar ook vooral locals komen hier iedere dag heen. Wat een goede hoofd trouwens. Bakkerij. Nee, dat is dus niet Emil. Ik neem Emil mee. Wat Emil man. Dat is namelijk de oudste bakkerij van Tel Aviv. Denk ik een beetje nieuwswaarde erin in het programma.